Het aantal dengue-gevallen is in de afgelopen periode toegenomen. Stephanie Sjeukalam, hoofd Milieuinspectie van BOG, zegt dat de toename deels te wijten is aan het type 3 dengue dat nu hoofdzakelijk rondgaat. Er zijn 4 verschillende typen dengue en in Suriname komen alle 4 voor, maar nu verspreidt hoofdzakelijk type 3 zich. Dit type van het dengue-virus was al 21 jaar niet in Suriname waargenomen. Nu is een groot deel van de Surinaamse populatie, met name jongeren onder de 20, kwetsbaar voor dit type dengue, met als gevolg een stijging in het aantal dengue-gevallen. Staatsolie heeft plannen om te investeren in hydro- en zonne-energie. Deze plannen passen helemaal in het streven van de regering om te gaan naar een groen beleid. President Santokki is gisteren door verschillende deskundigen geïnformeerd over deze plannen. De opwekking van zonne-energie door staatsolie staat ook in de planning en is bedoeld om energievoorziening te waarborgen, kosten te verlagen, CO2-uitstoot te verminderen en prijsstabiliteit te handhaven. Vliegers en bermbranden kunnen voor schade en ongerief zorgen aan het elektriciteitsnet van EBS. Als een vlieger ongelukkigerwijs in het elektriciteitsnet komt vast te zitten, kan de stroomvoorziening hiervan last ondervinden. EBS leidt ook schade aan haar infrastructuur als gevolg van bermbranden. Bij langere perioden van droogte stijgt de kans op gras of bermbranden aanzienlijk en is een klein vonkje al genoeg. Een gras- of bermbrand is niet alleen gevaarlijk omdat het snel kan uitgroeien tot een fikse brand, het levert veelal ook schade aan de infrastructuur van de EBS.